Hi allemaal, ik heb een video waarin ik jullie laat zien make-up look met het paletje roze van Catrice. En ja, ik vind dat je hier wel hele leuke looks mee kunt maken en ik heb er eentje voor jullie gemaakt. Veel plezier! De make-up base die ik gebruik is van Catrice Prime and Fine. En dit is een anti-red base. Deze breng ik aan op mijn hand. En daarna wrijf ik hem met mijn vingers uit. Voor de concealer gebruik ik mijn Essence Stay All Day 16 Hour Long Lasting Concealer in de kleur 20 Soft Nude. Ik breng deze altijd aan met mijn kwast, zoals jullie in eerdere video's al hebben kunnen zien. Vervolgens veeg ik hem uit met een spons, zodat alles gelijkmatig verdeeld is. De concealerstick die ik gebruik is van de HEMA en dit is een groene om rode plekjes te corrigeren. Ik breng deze vooral even langs mijn neus aan omdat ik er altijd een rood streepje heb die ik eigenlijk heel moeilijk wegkrijg. Deze veeg ik met mijn vingers uit, omdat dit niet een hele natte concealer is. De poeder die is van Essence Mattifying Compact Powder in de kleur 2 Soft Beige. Eigenlijk de poeder die ik altijd gebruik. Deze breng ik aan onder mijn kin met een kabuki kwast en voor over mijn gezicht gebruik ik een poederkwast. Dan de bronzer powder van de HEMA, die breng ik aan onder mijn kin. Ook op mijn kin, op mijn neus, op mijn voorhoofd en langs mijn gezicht. Als blusher gebruik ik de Essence Shimmer Pearls uit de Cookies & Cream editie. Dit was een limited editie en deze ruiken echt super lekker naar koekjes ook en ik vind ze een mooi glanzend effect hebben.
Hierna breng ik een fix en mat poeder aan. Deze is van Essence. Dit is nog een oude versie, zeg maar. En dit is een los poeder. Zodat de make-up beter op zijn plek blijft zitten. Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik weer de donkerbruine poeder die ik eigenlijk altijd gebruik. Die ik ooit bij het kruidvat heb gekocht, maar nog steeds goed is. En hij gaat ook heel lang mee. Ik gebruik wenkbrauwgel van de HEMA in de kleur bruin. En deze verdeel ik over mijn wenkbrauwen. De oogschaduwbasis is van de HEMA. Deze breng ik ruimschoots aan en die veeg ik daarna uit met mijn vingers. De oogschaduw die ik gebruik is het Absolute Roze paletje van Catrice. Die is nieuw in de collectie. En voor mijn oogleden gebruik ik de tweede kleur uit het paletje. In de arcadeboog gebruik ik de vierde kleur uit het paletje. Deze is iets donkerder dan de base kleur die ik heb gebruikt en staat heel erg mooi in de arcadeboog. In de buitenste ooghoeken gebruik ik het zesde kleurtje uit het paletje. Deze is wat donkerder en zo springt deze er mooi uit, vind ik zelf. Daarna blend ik alles eventjes bij elkaar, zodat het een mooi in geheel wordt. De eyeliner die ik gebruik is een eyelinerpen van Essence. Hiermee kan ik een mooi strak streepje zetten. En het is een mooie zwarte kleur. Daarna breng ik een potlood aan. Misschien een handige tip. Ik breng mijn potlood tegenwoordig
niet op mijn waterlijn aan, maar iets eronder, want dan blijft hij langer zitten. En dat valt eigenlijk niet op dat ik hem daaronder aanbreng, omdat ik hem heel strak tegen de waterrand aanzet. Na eventjes mijn wimpers krullen met een wimperkruller. Ik gebruik een mascara van NYC. Dit is de Waterproof Mascara 24 Hour. City Proof heet die. En die breng ik in meerdere laagjes aan op mijn wimpers. De lip liner is van de HEMA. Dit is kleur nummer 20. Het is eigenlijk gewoon een heel licht roze kleurtje. Dan gebruik ik de Provocalypse van Rimmel. Ik heb de kleur Dare to Pink. Kleur nummer 110. En het is een heel mooi lichtroze kleurtje die ik aanbreng op mijn lippen. Zodra de lipkleur gedroogd is, dit duurt ongeveer 1 à 2 minuutjes, breng ik stap 2 aan. Dit was hem dan alweer, de video met de ooglook erin. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie gewoon heel snel weer. Bedankt voor het kijken. Doeg!